Max Verstappen moet na de Grand Prix van Italië helaas tot de conclusie komen dat het waarschijnlijk is gedaan in beide kampioenschappen. Naast dat het niet helemaal lekker loopt met de auto, zegt hij ook dat Red Bull op meerdere vlakken zwak is. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal, maar wil je wel elke dag op de hoogte blijven van het allerlaatste Formule 1 nieuws? Nou, vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal. Hoe doe je dat? Druk even op dat abonneerknopje onder deze video en op die manier ben je dus elke dag op de hoogte van het allerlaatste Formule 1 nieuws. In de kwalificatie kon Max Verstappen geen vuist maken richting de auto's van McLaren. En ook tijdens de race was hij niet opgewassen tegen de concurrentie uit Woking. Na afloop van de race in Italië, waar hij als zesde over de streep kwam, verscheen hij bij de media. Ja, dan had hij toch wel een harde boodschap naar de mensen toe. Want hij denkt namelijk dat zowel het constructeurs- als het coureurskampioenschap op dit moment niet meer langer aan de orde zijn, ondanks de voorsprong die er nog is. Op dit moment zijn beide kampioenschappen niet realistisch. Ik heb veel gezegd en nu is het aan het team om met heel veel veranderingen aan de auto te gaan komen. Want we zijn feitelijk gewoon van zeer dominant naar onbestuurbaar gegaan in een periode van 6 tot 8 maanden. Dus dat is heel vreemd voor mij en we moeten nu echt de auto ondersteboven gaan keren. Als je kijkt naar waar we op dit moment staan, dan zijn we werkelijk overal slecht, dus we hebben heel veel aanpassingen nodig. Maar goed, niet alleen de auto zorgt ervoor dat Verstappen niet langer gelooft in de wereldtitels voor hemzelf en Red Bull Racing. Ook over de strategie was hij totaal niet te spreken vandaag. Gedurende de wedstrijd klaagde hij over de gemaakte keuzes en zei hij dat Red Bull op veel fronten zwak was. Nou, goed moment om dan het constructeurskampioenschap erbij te pakken. Op dit moment heeft Red Bull Racing met 446 punten nog altijd de titel in handen, maar het team van McLaren staat er nog maar 12 punten achter. Het team van Ferrari is het derde team met 407 punten en Mercedes heeft voorlopig 292 punten verzameld. Het team van Kik Sauber is de hekkensluiter en heeft als enige team nog geen enkel puntje weten te pakken dit seizoen. Kevin Magnussen heeft na de race in Italië een schorsing van de FIA gekregen, omdat hij zijn 12e penaltypunt heeft verzameld. Magnussen kreeg in Monza een penaltypunt omdat hij Pierre Gasly had geraakt bij een inhaalactie. Daar kreeg hij naast een tijdstraf van 10 seconden ook nog 2 strafpunten voor. Nou goed, nadat hij eerder dit seizoen ook al wat punten had verzameld, is hij nu aangekomen dus bij het aantal van 12 strafpunten. Alhoewel die strafpunten vanaf Singapore weer weg zullen zijn, is Magnussen dus wel geschorst voor het weekend in Azerbeidzjan. Gasly vindt de straf voor de Haas-coureur eigenlijk nergens op slaan en noemt het oneerlijk omdat er volgens hem niks aan de hand was. Iemand vertelde me dat hij een tijdstraf van 10 seconden had gekregen en ik verbaas me daar een beetje over omdat hij gewoon een inhaalpoging deed. En er was een beetje wiel-op-wiel contact. Nou, uiteindelijk verloor ik niet echt tijd. Dat was een beetje als een verrassing. Ik hoop dat ze het op een of andere manier terug kunnen draaien, want dit is echt oneerlijk. Ik zou er graag bij willen helpen en zien of ik er iets aan kan doen. Het is heel oneerlijk voor zo'n incident. Nou goed, het team van Haas kan inderdaad nog in beroep gaan, maar mocht het allemaal niet lukken, dan is er uiteraard de vraag, nou, wie gaat Magnussen nou vervangen voor de race in Baku? De meest logische keuze is Oliver Behrman. Behrman reed namelijk eerder dit jaar al namens Ferrari een race als vervanger voor Carlos Sainz, terwijl hij dit jaar en vorig jaar ook wel wat vrije trainingen voor het team van Haas heeft gereden. Tevens is Behrman natuurlijk ook al bevestigd als coureur voor het team van 2025 en komt hij naast Esteban Ocon te zitten. En volgens Lewis Hamilton heeft het team van McLaren het zelf gisteren helemaal verpest tijdens de race om een 1-2'tje te realiseren. Tijdens de race kreeg Hamilton de rondetijden van de mannen van McLaren te horen. En snapte hij niet helemaal waarom het duo de banden er zo snel doorheen hebben gejaagd. Hij laat weten dat als je naar de racepace kijkt, de McLaren's wel echt de snelheid hadden, maar ze hebben gewoon te hard gepusht. Ze begonnen te vroeg met de snelle rondjes en hebben daardoor hun banden er doorheen gejaagd. Ze hadden een 2-stopper gepland, daarom gingen ze zo hard door hun banden. Ze hadden zeker een 1-stopper kunnen doen. Ja, ik kreeg door welke tijden zij reden en met die tijd kon je nooit de race uitrijden. Aldus Lewis Hamilton. Was hem dan het GP-fans nieuws van de maandagochtend. Niks missen, vergeet ons dan niet te volgen. Zie je later weer. Tot dan. Hoi.